Nou, dat is mooi om te horen. Deze week begint een nieuwe reeks van afleveringen van Dr. Tinus bij SBS6. Nou, de hoofdrol is nog altijd voor Tom Hofman. Maar een opvallende nieuwe rol is er voor Chanel uit Alkmaar. Van Zux zocht haar op. Zo. Ze staat alles wel toe, hè, dit soort dingen. Ja, daar heb ik wel moeten trainen, want in het begin vond ze dat niet leuk. Nee. Toen dacht ze, nou, zoek het maar uit, ik ga lekker bijten. Met hele kleine tandjes van haar heeft ze me één keer mijn vinger gebeten. Maar ja, niet uit het gevoel van dat ze lelijk deed, maar meer het gevoel van, kijk, ik sta die niet toe. En met veel liefde en veel geduld, aantjes geven, een beloninkje geven, hebben we het voor elkaar gekregen. Ja. Nou, hoe vind je daar? Helemaal leuk? Ja, kom maar. Kom maar, goed zo, meisje. Dit is haar eigen huis. Ja. Aflossingsvrij, geen kosten. Heerlijk gevoel. Dit doet ze dus iedere keer met dat snuitje. Snuitje. Goed zo. Maar hoe ging dat met Tom Hofman op de set? En Chanel? En Chanel? Oeh, nou, wel goed hoor. De eerste keer dat ze elkaar ontmoetten, hadden we nog een lunch daarna. En toen vroeg hij aan mij, bent u actrice? Ik zeg, nee, ik ben het baasje van Chanel. En toen zei hij, ach, hoe is het toch met haar buikje? Wat had een beetje last van de buikje. Oh, want ze was op het strand geweest, dus dat was eigenlijk jammer. Maar dat ging daarna allemaal goed. Maar de attentie van hem vind ik dan zo hartelijk, dat hij daar toch aan denkt. En terwijl het toch een hele bekende Nederlander is, laten we eerlijk zijn. Ja. Chanel natuurlijk nog helemaal niet. 1, 2, 3, match. 1, 2, 3, match. En catch. Goed zo. Ze spreekt ook Engels. Ja, ze verstaat het. Maar ze spreekt ze verstaat de klanken. En ze is zo sterk. Alleen. Oeh. Maar dat komt zo, hè. Vroeger werden ze gebruikt in de mijnen. Oh. En toen moesten ze dus ratten en ongediend dier te vangen voor die mijnwerkers. Dit doet ze dus, hè? Ja. Dit is de restant van een vlos. Iedereen vindt er ook snoezig, valt voor een blok. Ja. Maar feitelijk is het gewoon eigenlijk een kleine hond in een groot hondenlijf. Hè? Zeg ik het nou verkeerd? Het is andersom. Oh, wat erg. Eigenlijk een hele grote hond in een klein hondenlijfje. Ja. Mooi, hè? Chanel komt gewoon uit van een van de beste fokkers van Nederland op het gebied van Yorkshire Terrier. Oftewel, de eredivisie van Yorkshire Terrier. Ja. En er komt heel veel daaronder. Ook met respect, uiteraard. En dat is meer de Jupiler League, zeg maar. Oh ja. Je hebt zelf geen kinderen? Nee, we hebben geen kinderen. Maar we zien dit een beetje als een hondenkind. Dus het is natuurlijk wel een hond. Het verschil tussen mensen en een hond is wel duidelijk. Ik zeg inderdaad wel eens die kleine. En dan bedoel ik uiteraard Chanel mee. Gaan we lekker fietsen. Hier nog iets bij, hè? De bril. Het goed zien, meid? Zit die haartjes niet voor je oogjes? Zo. En waar is het brilletje precies voor? Voor de wind en voor de zon. Nou, het is een filmster. Het is mooi fietsen, hè? Moet je bril nu af? We zijn klaar met fietsen.